Walnoten, over het algemeen zeer geliefd en mega gezond. Toch hebben sommige mensen er minder mee, omdat er een bittere smaak aan zit. Nou, kun je die smaak ook weghalen? Kun je dat verbeteren? Nou, dit en meer en vooral ook waarom de walnoot zo gezond is in deze Facebook Live uitzending van de Eetlijn. Nou, goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal. Wat fijn dat je erbij bent. Ja, we gaan het vandaag hebben over walnoten en ik vind het heel leuk of je nou voor de eerste keer hier bent of voor de 100ste keer. Allemaal welkom. Ben je nou nieuw vandaag? Laat het even weten via de chat, dan kom ik daar later nog wel eventjes op terug. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En ik heb als grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En sowieso dat we met elkaar veel minder medicijnen nodig gaan hebben. Nou, je kunt voeding inzetten als medicijn. En dat is een van mijn punten om mensen daar bewust van te maken. Nou, ik heb meteen aan jou als kijker een vraag. Ben je fan van walnoot? Hoe vaak eet je ze? Hoe eet je ze? Dus laat ze even weten via de chat. Goedemorgen Yvonne, Greetje is erbij, goedemorgen Greetje, Ria, Anita, hartstikke leuk. Nou, Ria gaat weer een prachtig blogbericht van maken, die zit alweer klaar met pen en papier. Vera is erbij, Jacqueline is erbij, nog een Yvonne, nou hartstikke leuk, super fijn, welkom. Nou, wat ik ga behandelen om te beginnen, wat zijn walnoten? Dat is denk ik eigenlijk een beetje een open deur in trappen. Maar ik ga ook vertellen waar je op kunt letten als je ze koopt, hoe je ze klaarmaakt, waarom ze zo gezond zijn en wat je aan die bittere smaak kunt doen. Dus er komt een heleboel langs. Ik ga het ook hebben over het thema van volgende week. En je krijgt het recept van deze week krijg je morgen op deze pagina. En dat is het recept van deze heerlijke duo walnotenmuffins. Ze zijn echt super lekker. Ik heb ze al een keertje gebakken. Ik had ze willen laten zien. Maar ja, ze waren al op de pop, helaas, pindakaas. Maar zo lekker waren ze dus. Maar in ieder geval, morgen om 8 uur het recept op deze pagina. Aan het eind krijg je van mij wel even de belangrijke ingrediënten, zodat je die alvast in huis kunt halen. Anneke zegt, goedemorgen Nettie, heerlijk thema, ik eet ze vrijwel dagelijks. Een klein handje doe je hartstikke goed Anneke, super. Katrien is erbij. Rosa, goedemorgen. Na de uitzending notenrapen bij de buren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is helemaal fijn. Ida is erbij, goedemorgen. Ida, die eet elke dag walnoten. Oh nee, vaak walnoten, sorry. We eten vaak walnoten. Vera zegt, ik ben fan gewoon of in de salade. In gerechten en in een handje, zegt Yvonne. Nou, er zitten echte walnootfavorieten bij. Heerlijk in de Griekse yoghurt, zegt Anita. Nou, hartstikke leuk. Veel reacties. Leuk mensen, dankjewel. Nou, wat ga ik behandelen? Om te beginnen, wat zijn walnoten? Ik heb het al gezegd, open deur in trappen. Oh nee, dat heb ik al gehad. Oh, ik ga in herhaling vallen. Sorry. Goed, nou om te beginnen, wat zijn walnoten? En ik heb hier een walnoot van eigen boom. Daar ben ik heel erg blij mee altijd. Helaas, we zijn pas verhuisd, we hebben nu geen walnotenboom meer. Maar we gaan de tuin natuurlijk ook een beetje inrichten. En er komt geheid een walnotenboom terug. Want ja, dit is toch wel mijn favoriet om zelf walnoten te rapen in eigen tuin. Maar uiteraard zijn ze ook in zakjes te koop. Daar is wel veel verschil in, vind ik, in kwaliteit en in smaak ook. Ik vind deze van Horizon echt extreem lekker. En die gebruik ik ook inderdaad om cake te maken of wat dan ook. Of over de salade, maar daar kom ik zo meteen allemaal wel op terug. Maar ik vind walnoten echt een enorme waardevolle toevoeging aan mijn voeding. Nou, dit is een walnoot gepeld, een halve. Ja, nou, en hier zit hij dus nog in de bast. Kan je ook zien hoe het er aan de binnenkant uitziet. Nou, onze dochter is fan van walnotenkraken. Die kan het echt uren volhouden. Dus we hebben altijd bakken vol met gepelde walnoten in huis. Echt heerlijk. Nou, wat zijn noten dus? Ze zijn de vruchten van de walnotenboom. En die wordt ook wel okkernoot genoemd.
En zoals je ziet, ziet het er heel erg rimpelig uit. Niet alleen de bas, de buitenkant, maar ook aan de binnenkant ziet de noot er gewoon rimpelig uit. Ze hebben zelfs het model van hersenen. Nou, daarom, walnoten zijn eigenlijk gewoon hersenvoer. Heeft te maken met omega 3 die erin zit. Maar ze doen nog veel meer en dat ga ik zo meteen met je doornemen. Ina zegt, heerlijk walnoten, ik eet ze alle dagen. Heel goed, Ina. Dini is erbij. Atje is erbij. Leuk, Ans. Catherine. Marie-Claire. Nog een Atje. Nou, het is gewoon druk. Hartstikke leuk. Goed, nou, dan als eerste, waar let je op als je ze koopt? Nou, als je nou walnoten koopt in zo'n zakje, ze staan in de webshop van de Eetlijn, maar let er dan op dat die niet over de datum is. Over het algemeen is de datum op levensmiddelen een beetje een trucje om de mensen meer weg te laten gooien en meer opnieuw te laten kopen. Maar er zijn bepaalde voedingsmiddelen waar ik echt wel even op zou letten. En weet je, je kunt ook heel veel doen met je neus en met je tong. Dus ruiken en proeven. Ik bedoel, als je zegt, joh, ik heb een zakje, er is iets over de datum. Nou, als het bij mij gebeurt, mag je hem sowieso, krijg je een nieuw zakje van me opgestuurd. Maar ja, weet je, als je een zakje openmaakt wat je elders gekocht hebt, wat niet terug kan. Nou, dan kan je gewoon even kijken van, even goed ruiken en proeven of het goed is. En ja, nou, moet je gewoon zelf even kijken. Meestal valt het wel mee. Nou, het mooiste is dus van eigen boom. Maar niet iedereen heeft een walnootboom. Het zijn hele grote bomen die echt je tuin kunnen gaan domineren. Maar je kunt het ook hier en daar langs de wegen vinden. Je hebt vaak van die polderweggetjes met allemaal walnootbomen. Nou, die zijn gewoon vrij voor iedereen te rapen. Dus dat kan je natuurlijk ook doen. Nou, dan wat kun je ermee doen? Uit het vuistje vind ik ze echt heerlijk. En ik vind het ook heerlijk om gewoon met een krant op schoot walnoten te kraken en gewoon uit het vuistje lekker op te eten. Wat ik dan ook heel erg lekker vind, is om ze een klein beetje te roosteren. Daardoor krijgen ze eigenlijk een nog lekkerder nootachtige smaak. En je kunt ze over een salade doen, over een stoofpotje, over een soep. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld champignonsoep te maken of courgettesoep of bloemkoolsoep, broccolisoep, noem maar op. Dan hou ik hem wat steviger en dan, voor ik hem opdien, gaat er gewoon een handje gebrokkelde walnoten overheen. Nou, dat is gewoon echt super lekker. Je krijgt later ook een bite. Ja, eigenlijk moet je alles kauwen, je drinken, je soep, alles zou je eigenlijk moeten kauwen. En dat bevorder je door er een handje walnoten overheen te strooien of een half handje gebroken walnoten. Het is gewoon echt super lekker en nou, dan maakt het gewoon extra gezond. Nou, je kunt walnotenolie gebruiken. Heeft echt een typische nootachtige smaak. En je kunt walnoten, als je ze gedroogd hebt, kun je ze tot walnotenmeel malen en daarmee bakken. Je kunt er walnotenpasta van maken voor op je boterham. Ja, je kunt er eigenlijk zoveel kanten mee op. Dus wat dat betreft geen probleem om ze binnen te krijgen. Maar dan de vraag waar die bittere smaak vandaan komt. Ik kreeg die vraag van de week een aantal keren via Facebook. Ik heb natuurlijk dagelijks een post. En dan krijg ik iedere keer de opmerking, ja, ze zijn zo bitter. En dan komt ook de vraag, joh, waar komt dat bittere vandaan en wat kan ik daarmee doen? Ik bedoel, kan ik ze minder bitter maken of kan ik die smaak compenseren? Nou, het is zo dat de tannines in walnoten, die maken de walnoten bitter. En tannines zijn stoffen die walnoot zelf aanmaakt en die de noot eigenlijk willen beschermen tegen vraat. Vraat door dieren, door mensen. Want net zo goed als wij willen blijven leven, laat ik het zo maar even zeggen. Maar dieren willen ook blijven leven en planten ook. En planten maken dus zelf stoffen aan die of bitter zijn of zuur, die gewoon niet lekker smaken, om zichzelf te beschermen tegen vraat door mens en dier. En zo maken walnoten tannines aan, waardoor ze bitter zijn en dus niet geliefd en niet gegeten. Maar goed, ik kom er zo meteen, ik heb een trucje ervoor. Maar dat bitter maakt het ook beter, want tannines zijn hartstikke gezond. En bitter in de mond maakt het hart gezond. Dus eigenlijk als voedingsstoffen bitter zijn, je mag denken aan broccoli, aan bitloof, aan die noten. Eigenlijk hoe bitterder, hoe beter. Maar dat maakt het wel minder geliefd. Nou, je kan een paar dingen doen. Als je nou een eigen notenboom hebt en je hebt de noten pas geraapt, nou, dan kun je ze dus openmaken en dan kun je dat velletje kun je eraf pulken. Nou, ik weet het nog zo goed. Vroeger als kind hadden we ook een walnotenboom in het kippenweidje. Nou, dan ging ik altijd walnoten rapen. En ja, dan als ze vers waren, kon je met een speld kon je het velletje eraf pulken of gewoon met je nagels zelfs. Ik vond het toen echt niet lekker. Maar naarmate je ouder wordt
heb ik gewoon dat bittere meer leren waarderen. En je kunt het velletje er alleen afpulken als ze echt vers zijn. Dan is het een nat velletje. Dan kun je het er heel goed afpulken. Maar als ze wat gedroogd zijn, lukt dat gewoon niet meer. Nou, ik vind nu dat bittere echt heel erg lekker. En ik zeg ook altijd, als ik weet dat iets gezond is, dan geef ik mijn hoofd de opdracht om het lekker te vinden. Dus op die manier kun je gewoon jezelf indoctrineren op een goede manier. En dus ik heb gezegd, oké, dat bittere is beter voor, is beter. Dus ik ben het lekker gaan vinden. Nu vind ik het bittere echt heerlijk. Maar ook in witlof, als ze niet bitter zijn, dan mis ik het gewoon. Dus leer het gewoon waarderen. Even kijken wat ik nog meer wilde zeggen. Ja, dus die tannines maken het bitter. Dan oude noten zijn ook vaak bitterder dan jonge noten. Dus daar kun je ook een beetje op letten. Maar die zijn dus eigenlijk wel nog gezonder. En als je dat velletje er dus afpulkt, dan haal je ook gelijk de gezonde stoffen weg. Dus eigenlijk een beetje zonde. Nou, dat kan het wel per soort verschillen. Je hebt namelijk de Chileense walnoten, die smaken zoeter en romiger dan bijvoorbeeld de Californische. De Californische zijn echt bitter, die zijn zo bitter dat ik het zelf echt niet lekker meer vind. En ik ben echt een diehard wat dat betreft. Maar goed, weet je, het kan gewoon per soort verschillen. En je kunt het bittere wel compenseren door bijvoorbeeld zuur of zoet. Als je nou bijvoorbeeld een salade maakt waar je een zure dressing over hebt, of een zoetzure dressing, en daar walnoot overheen strooit, ja, dan smaken ze heerlijk. Dan krijg je toch het velletje binnen, toch de gezonde stoffen. Maar de smaak is dan gecompenseerd. Dat is gewoon prima. Dat is beter dan het velletje eraf pulken, want dan haal je echt al die gezonde stoffen weg. Nou, dan kunnen walnoten ook ranzig zijn. Ranzige smaak, een beetje muffige smaak. En dat kan zijn als je gebrande walnoten koopt, dat ze daardoor muffig zijn geworden, omdat ze in ranzige olie zijn gebakken of gebrand eigenlijk. Nou, wat je veel beter kunt doen is ongebrande walnoten kopen en die in je airfryer bijvoorbeeld branden. Ik doe het zelf altijd. Ik doe het dan in de airfryer op 150 graden. En dan 6 minuten en dan wordt de smaak ook beter. Terwijl nog wel steeds het velletje erover om zit en dan krijg je nog steeds binnen. Dus je krijgt nog steeds de tannines binnen, maar door branden wordt het ietsje minder bitter. Het is wel zo, als je ze eenmaal gebrand hebt, dan moet je ze eigenlijk vrij snel opeten. Want door het branden kunnen ze daarna ook wat sneller oxideren. Dus allemaal dingen waar je rekening mee kunt houden. Dan wat is de voedingswaarde? Er zitten hele goede vetten in. En iedereen weet dat verzadigde vetten zijn minder goed dan onverzadigde vetten. Maar die onverzadigde vetten kun je onderverdelen in meervoudig onverzadigd en enkelvoudig onverzadigd. In de meeste noten, of veel noten, zitten eigenlijk enkelvoudig onverzadigde vetten. Is op zich al prima. Maar meervoudige onverzadigde zijn nog beter. En de walnoten die hebben meervoudig onverzadigde vetten dan andere noten. Dus in die zin hebben walnoten wel mijn voorkeur, plus dat bittere velletje. Aan de andere kant, walnoten kunnen wel iets meer verzuren dan bijvoorbeeld amandelen. Amandelen zijn basis en walnoten zijn weer licht verzuren. Dus weet je, zo zijn er allerlei verschillende voor- en nadelen. En daarom vind ik het altijd interessant om noten af te wisselen. Dus dan eens een handje walnoten, dan eens een handje amandelen. Gewoon afwisselen, dat is eigenlijk het beste. Er zit in walnoten heel veel omega-3. Dus daardoor is het ook een hele goede vegetarische vervanger voor omega-3 uit dierlijke bron. Het is een plantaardige bron. Dan zit er in ijzer, magnesium, selenium, calcium, zink, vitamine E en enkele B-vitamines. Nou, vitamine E, we weten het allemaal, is perfect voor de huid. Heb je nou huidproblemen en je neemt regelmatig een handje walnoten, dan kan het zijn dat je huid zich daardoor beter overeind houdt. Maar B-vitamines is antistress, en magnesium is antistress, ijzer is goed voor het bloed. Ja, zo heb je allerlei verschillende voordelen van die stoffen die erin zitten. Maar dan kan je zeggen, ja, Nettie, leuk en aardig, je kan het allemaal leuk vertellen, maar ik heb een allergie voor noten en ik kan echt geen walnoten eten. Nou, dat is natuurlijk heel jammer, want walnoten zijn zo gezond dat ik echt kan adviseren, joh, probeer regelmatig, zo niet elke dag wat walnoten te eten, al zijn het er maar 3 of 5. Maar als je een allergie hebt voor walnoten, moet je echt heel erg uitkijken. Want het kan zijn dat je daar moeite door krijgt
voor slikken. Dus als je moeilijker gaat slikken. Een verstopte neus, kortademigheid, diarree, buikpijn, buikkrampen, misselijkheid en braken. Jeukende keel, mond, huid en ogen. En het is echt, als je daar dus last van hebt, dan helaas pindakaas moet je toevlucht nemen tot andere noten. Want er is er eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Wat je dan ook moet doen, je moet niks. Maar als je nou bijvoorbeeld kant-en-klare voeding koopt in de winkel, kant-en-klare maaltijden, ga dan even goed etiketten lezen of er geen walnoten in zitten. Want je kan zelf dan wel alle walnoten voorkomen of vermijden. Maar in de winkel kunnen er ook walnoten in de complete kant-en-klare maaltijden zitten. Dus houd dat goed in de gaten. Want een echte allergie voor walnoten kan zelfs... maar dat is misschien bangmakerij en dat wil ik eigenlijk niet. Maar je kunt daardoor een anafylactische shock krijgen. Ja, dan kan je gewoon echt stikken. Dus als je weet dat je gevoelig bent voor walnoten, alsjeblieft, hou het in de gaten. Even een slokje thee. Nou, dan natuurlijk hartstikke belangrijk om te eindigen, af te sluiten met de gezondheidsvoordelen van walnoten. En het zijn er echt heel veel. Walnoten hebben zeer zeldzame en krachtige antioxidanten. Antioxidanten komen in meerdere producten voor, in heel veel producten zelfs. Maar er zijn een aantal zeldzame antioxidanten die alleen in walnoten en een paar andere voedingsmiddelen voorkomen. Dus daarom onderscheidt de walnoot zich wel. Nou, die antioxidanten die bestrijden natuurlijk de vrije radicalen. Daardoor kunnen we achteruitgang door leeftijd compenseren, voorkomen of bestrijden. Nou, weet je, uiteindelijk worden we allemaal ouder. Maar je kunt die veroudering, die achteruitgang, die kun je dus vertragen door veel antioxidanten te gebruiken. En met name walnoten. Die kunnen echt jouw leven, jouw levenskwaliteit wel wat verlengen. En niet als je er 1 of 2 per dag neemt, maar gewoon echt meerdere per dag, zeg maar een handje per dag. Nou, dat kan gewoon echt verschil maken. Die vrije radicalen die kunnen helpen om kanker te voorkomen. En met name prostaatkanker en borstkanker. Maar wil je nou prostaatkanker helpen voorkomen of te bestrijden, dan is 2,4 gram, ja, dat is een raar getal, maar ja, weet je, al neem je er 5 gram per dag kan het wel helpen voorkomen of terugdringen. Borstkanker kun je proberen te helpen voorkomen en te bestrijden met 2 handjes walnoten per dag. Nou, dan zijn er misschien 1 stuk of 10 per dag. In de eetlijnmethode adviseer ik mensen om elke dag 30, nee, niet, ik zeg het niet goed. Als je noten neemt, dan mag je 30 gram nemen per dag. Nou, dat is op zich prima. En ik denk dat het ongeveer zo'n, weeg het maar eventjes. Neem er een paar walnoten en weeg het maar. Ik denk als je die gedroogde walnoten uit een zakje hebt, ja, dan heb je er misschien 5 of 8 nodig om aan die 30 gram te komen. Maar kijk maar even hoe ver het je komt. Nou, walnoten kunnen jou helpen om je gewicht te controleren. Natuurlijk niet als je echt heel erg ongezond eet. Denk je, oh jongens, handje walnoten, dan val ik af. Nou, dat gebeurt dus niet. Je voeding is je basis. En als je die basis aanvult met walnoten, heb je eigenlijk een dubbelsterk effect. Dus dan kan het inderdaad helpen om je gewicht onder controle te houden. En door de goede vetten, door de vezels, hebben daardoor een heel verzadigend effect. Nou, dan zit er zink in walnoten, heb ik al genoemd. En dan heb ik onlangs een artikel gelezen dat er zijn aanwijzingen dat de vruchtbaarheid bij mannen, de reproductie bij mannen, die holt ziender ogen achteruit. En er was zelfs een artikel waarin geschreven werd dat het grote kans geeft, dat de grote kans is, dat over 1 jaar of 30 de wereld het wordt al steeds onvruchtbaarder. Maar dat we over 1 jaar of 30 misschien steeds minder in staat zijn om onszelf voor te planten. Dus in die zin is het hartstikke belangrijk om die reproductie gewoon goed op orde te houden. En bij mannen is dat door veel zink te gebruiken. Nou, ik heb het opgezocht. Als je 1/2 kop walnoten per dag gebruikt, dan heb je al meer kans op een verbeterde vruchtbaarheid bij mannen. Maar inderdaad, over 30 jaar schijnt de wereld verlievelee uit te kunnen sterven. Je kunt het je niet voorstellen, maar hoe vaak hoor je niet dat
echtparen steeds minder in staat zijn om een kindje te krijgen. Dat heeft dan heel vaak te maken, en ik wil echt niet mannen de schuld geven, maar het heeft dan vaak te maken met onvruchtbaarheid bij de man. En dat heeft weer te maken met de milieuverontreiniging, het roken, het drinken, het vapen, de ongezonde voeding, te weinig bewegen. Dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op de vruchtbaarheid bij mannen. En door meer zink te gebruiken, dus meer walnoten te eten, kun je dat inderdaad compenseren. Nou, ik heb al genoemd dat er omega-3 zit in walnoten. Omega-3 is enorm ontstekingremmend. Hey, goedemorgen Mary. En als je meer ontstekingremmende voeding eet, dan wordt jouw cholesterol ook beter, je cholesterolhuishouding. Het is namelijk zo, en ik wil eventjes, zie dit maar als een buis, een lange rechte buis, dus een bloedvat. En als je nou veel ontsteking hebt in je lichaam, dan komen er aan de binnenkant van die bloedvaten komen er hele kleine scheurtjes. Nou, die scheurtjes kunnen natuurlijk schadelijk zijn. Dat is een achteruitgang van de kwaliteit van het bloedvat. En daardoor meer kans op een aneurysma of andere bloedvatproblemen, hartinfarcten, dat soort zaken. En als je dit nou hebt, deze situatie, dan gaat de lever, die zegt, oh jongens, help, er is brand, tattoo, tattoo. De brandweer moet erbij geroepen worden. En dan gaat de lever, die gaat meer cholesterol aanmaken om die kleine scheurtje aan de binnenkant van die bloedvaten min of meer dicht te plamuren. En daardoor krijgen die bloedvaten weer een betere kracht. Die worden sterker en wat dikker. Die vaatwanden worden wat dikker. Nou, als je er nou niks aan doet met voeding, dan moet er steeds meer cholesterol aangemaakt worden. En dan wordt die laag aan de binnenkant misschien wat te dik. Dan kun je juist weer verstoppingen krijgen in de bloedvaten. Dus het is belangrijk om het cholesterol op peil te houden door de ontstekingen te remmen door omega-3 te gebruiken. Nou, dat kan door noten te eten, maar ook door de omega-3 van de eetlijn te gebruiken. Zit bovendien vitamine D in en vitamine E. Nou, vitamine E is perfect voor de huid. En de vitamine D, nou, die is goed voor van alles en nog wat. Daar zal ik een keer een aparte uitzending aan wijden. Maar in die zin is het hartstikke belangrijk om dus regelmatig walnoten te eten om je cholesterol goed op peil te houden. Nou, door de vezels in de noten heb je een betere darmflora en daardoor een betere stoelgang. Maar ook een betere hersengezondheid. Dat heeft ook te maken met omega-3. Omega-3 is hersenvoer. Ik heb het al laten zien, de walnoot die lijkt echt op hersenen. Nou, dat betekent dus dat door veel walnoten te eten, bevorder je de hersengezondheid. Nou, dan door de vezels en door de vet heb je een stabielere bloedsuikerspiegel. Nou, dat kan juist helpen om diabetes type 2 te voorkomen. Dan zit er in de walnoten zit melatonine. En melatonine is het slaaphormoon. Maar melatonine zorgt er ook voor dat er meer serotonine aangemaakt wordt. Maar die melatonine kan omgezet worden in serotonine of andersom. Eerst serotonine dan melatonine. Maar dat betekent ook dat je beter in je vel zit. En ook de magnesium helpt daarbij door omzetting van de serotonine in melatonine. Nou, je hebt voor die omzetting wel een hulpstof nodig, hulpstoffen. En die hulpstoffen die zitten weer in de dubbel M van de eetlijn. Dus omega-3 van de eetlijn met de dubbel M samen is een prachtig instrument om beter te slapen en beter in je vel te zitten. Nou, wie wil dat niet? Ik wel, in ieder geval. Oké, even kijken wie er allemaal. Yvonne is erbij, diabetes en walnoten. Ja. Walnoten heerlijk, zegt Erika, maar niet altijd. Soms heb ik er echt behoefte aan. Dat geeft je lichaam dan aan, Erika. Dat klopt helemaal. Dat is mooi dat je dat zegt. Ja, Mina, een hele goede reactie. Je kan ook in water voor 10 minuten weken. En dan kun je de dunne schil eraf halen en dan gaat de bittere smaak weg. Dat klopt. Daar heb je gelijk. Maar dan krijg je ook niet meer de tannines binnen, ook niet meer de gezonde stoffen. En dus je kunt of de velletjes verwijderen op wat voor manier dan ook. Dan ben je ook die gezonde stoffen kwijt. Je kunt ze branden in de airfryer. Of je kunt ze gebruiken in een zoet of zuur gerecht. Dus over de salade met een zure dressing. Maar ook die cakejes van morgen, die walnoten duo muffins. Nou, die zijn dus zoet en dat zoet compenseert ook de bittere smaak. Krijg je toch de bittere stoffen binnen, maar heb je wel iets aan die smaak gedaan. Dus dat kun je allemaal doen. Moet even iets pakken nog, klein momentje.
Nou, dan gaan we nu eventjes kijken naar het recept van morgen. Dat zijn die heerlijke duo walnoten, muffins of cakejes of hoe je ze ook wilt noemen. Hartstikke lekker. Leuk met een walnoot erop gedecoreerd. Ik ga de gerechten noemen die je nodig hebt en misschien wel of niet in huis hebt. Dus ik noem geen zout en al dat soort dingen noem ik niet. Gewoon echt wat je echt moet aanschaffen ervoor. 90 gram walnoten. Nou, ik heb in de Eetlijn Shop heb ik zakjes met een hele goede kwaliteit walnoten. Ik vind het echt lekker. Ik heb er gewoon een aantal uitgeprobeerd. Dit zijn ja, in mijn optiek echt de lekkerste. 125 gram. Alles wat je vandaag in de webshop bestelt gaat vanmiddag nog op de bus. Moet je het als het even kan voor 12 uur bestellen. Dan gaat het vanmiddag op de bus. Dus walnoot heb je nodig. Dan kokosmeel vind je ook in de webshop van de Eetlijn. Chiazaad vind je ook in de webshop. Dan wijnsteenbakpoeder, ook in de webshop van de Eetlijn. Vanillepoeder, bourbon, ook in de webshop. Dan 3 biologische eitjes, het liefste code 0. Daar doe je de kippen een groot plezier mee, maar ook jezelf. Want als je namelijk eitjes koopt met code 0, dat zijn kippen die hebben pieren kunnen pikken buiten in het wijntje of in het gras. En daar zit dan weer meer omega 3 in. Dus dan krijg je nog meer omega 3 binnen. Nou, dan 20 gram kokosolie gesmolten. Alsjeblieft niet de kokosolie die niet naar kokos ruikt. Mensen vinden het soms toch een beetje, ja, die houden niet altijd van die kokossmaak. Nou, dan gaan ze dus kokosolie nemen die ontgeurd is. Dat is niet de goede. Dat is 1 bonk verzadigd vet. Je hebt kokosolie nodig die naar kokosolie ruikt en smaakt. En die vind je ook in de shop van de Eetlijn. Dan kun je ook gebruiken, mocht je in huis hebben, Green Sweet Syrup Gold. En nog lekkerder vind ik zelf persoonlijk, en dat is een nieuw product in de webshop. Een aantal maanden heb ik hem. Dat is de No Honey. Dat is een suikervrije honing, ook van Green Sweet. Je hebt Green Sweet Syrup Gold. Je hebt de neutrale smaak, je hebt karamelsmaak, cacao smaak, noem maar op. Maar dit is dan de No Honey. En die smaakt nog meer naar honing dan al die anderen. En die is echt, ja, ik vind hem gewoon fantastisch. Een Griekse yoghurt met walnoten en No Honey erbovenop. Nou, lieve mensen. Of er een engeltje over je tong piest. Zo ongelooflijk lekker en verzadigend. Kan je eigenlijk de hele ochtend op vooruit. Nou, en dan als laatste heb je nog nodig een halve A1 eetlepel pure rauwe cacaopoeder. Ook in de webshop van de Eetlijn. Dus bijna alle ingrediënten kun je dus in de webshop bestellen. De No Honey is als kennismaking nog eens een keertje deze week met korting te vinden. 15% korting. En die staat al in de webshop op korting. En de link naar de No Honey vind je boven deze uitzending. Dus zo kun je gewoon lekker aan de slag. Nou, dan het thema voor volgende week is blaasontsteking. En dat is een klacht waar onvoorstelbaar veel vrouwen heel vaak last van hebben. En die hebben de ene antibiotica kuur na de andere moeten volgen om die blaasontsteking weg te krijgen. Er zijn andere middelen, maar het kan ook tricky zijn. Dus hartstikke belangrijk en interessant om volgende week hier weer om 9:00 present te zijn. Goed, lieve mensen, jullie kennen mijn grote missie. Dat is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Je kunt me helpen door deze uitzending te liken en te delen. Ik kan het echt niet in een upje. Ik heb gelukkig een team van coaches om me heen die ook hun steentje bijdragen. Maar ook jij als kijker, als fan van de Eetlijn, kunt bijdragen om mijn grote missie waar te laten worden. En ik zou het hartstikke fijn vinden als je deze uitzending liked en deelt. En daarvoor wil ik je nu alvast hartelijk bedanken. Goed, lieve mensen. Onwijs fijn weekend en tot volgende week. Doei! Doei doei!